Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag is Jessica. Hallo. Van Welsland bij ons. En we gaan vanavond lekker op de wei slapen. Yep. En momenteel zijn we lekker met de ponies aan het wandelen. Want er zou hier in de buurt een plasje zijn. Dus gaan we even zoeken. En dan kunnen de ponies lekker badderen. Ja. En het is heel warm. Het is heel warm inderdaad. Ja. Jessica heeft een lange broek aan. Ja. Ik ga nu al dood, dus zo meteen afkoelen in het water. Dus ik ga jullie de komende 2 dagen lekker meenemen. Ik heb geen idee wat we verder gaan doen. Maar zullen wij en jullie wel zien. Dus veel plezier. Ik ben een beetje aan het filmen. Alleen mijn telefoon is niet zo snel. Oké. Ja, maar ik weet het. Nou, wij zijn ondertussen alweer terug aan het lopen. We zijn halverwege het pad geraakt. En toen kwamen we hele vriendelijke mensen tegen. Die zeiden dat dat niet het pad was dat leidde naar de plas. Maar uiteindelijk wel, maar we zijn dus zo ver omgelopen. Dat we geen zin meer hadden om uiteindelijk toch naar die plas te gaan. Dus we gaan het misschien morgen nog even proberen. Ja. Als het niet net zo warm is als nu. Dus we zijn weer bijna thuis. Gaan we even het paardje afspoelen, want die zweten behoorlijk. Wij ook. Dus het paardje afspoelen, onszelf afspoelen. En ik denk dat we daarna gaan eten. Ja. Gaan we barbecuen? Lekker. Nou, we zijn ondertussen echt een aantal uren ver. We hebben eigenlijk helemaal niks meer gefilmd. We hebben eigenlijk helemaal niks meer gedaan. Maar we gaan nu de tent opzetten. We hebben niks meer gedaan, want we waren echt kapot moe van het wandelen. En we gaan dit morgen echt niet nog een keer opnieuw doen. Nee, absoluut niet. Nee, we zijn echt kapot. We zijn gaan zitten en we zijn eigenlijk dood gegaan. Ja. Zo ging het. Maar we gaan nu dus de tent opzetten, want de zon gaat onder. En in het donker is het niet echt handig. En het is eindelijk lekker. Ja, het is echt lekker weer nu. Dat is echt. Maar anders is het zo meteen donker als we die tent opzetten en dat werkt niet. We hebben hulp van Ivy. Die denkt, ik ga uit mijn logeercirkel. Maar ik heb dus geen idee hoe dat het werkt. Ik heb 1 keer in mijn leven in de tent geslapen en dat ging niet goed. Ik heel vaak, dus we zullen zien wat jij hebt. Ja, inderdaad. Ik heb toen ook die tent niet opgezet. Dat was op een instructieweek voor school en ik heb die mensen dat op laten zetten. En ik had zo van, ja, zoek me lekker uit. 2 dagen later ben ik mijn tent uitgedreven op mijn logeerbedje. En ik ben ziek naar huis gegaan. Dat was het einde van mijn kampeerverhaal. Dus we kunnen lekker lachen. Ja, inderdaad. Ik ben niet zo slim, dus... We zullen zien. Alsof ik slim. Slimmer als mij, denk ik. Je hebt de opleiding afgemaakt. Dat is zeker waar, maar ik wil niet weten hoe. Ik niet! Dus wij gaan de tent opzetten, dus heel veel plezier. En lach ons alsjeblieft niet uit. Gewoon hier? Ik zet hem een beetje. Ja. Kun je het ook zo zien? Ja, dat kan heel goed. Nou, wij zijn ondertussen de tent aan het opzetten. Ja. Het gaat niet heel soepel. Hamer. Nee! Oh my God. We hebben versterking. Gaan we hameren? Waar mag ik hameren? Jij mag dit hameren. Een haring. Haring hameren. Waar? In de poepjes. In dit hoopje drollen. In het hoopje drollen? Nee. In de grond, alsjeblieft. Waar? Strak genoeg.
Zoiets? Ja, zoiets. En mij moet je het niet vragen. Ik heb nog nooit de tent opgezet. En anders kun je het er nog weer aanpassen. Jot, inderdaad. Ja, doe maar zo. Prima. Ik denk dat we ondertussen al een kwartier bezig zijn met de tent op te zetten. Ja, wel. Mannenkracht. Oh, hij gaat zo'n... Ah, nee. Ja, perfect. En dan dit. En dan die andere kant ook nog. Ik zweer het, mijn stem is weg vanavond. Dus Wil heeft rust. Hij staat. Nou, hij staat. Dat hebben wij heel goed gedaan. Ja, we zijn echt heel goed bezig geweest. Met hulp. Met hulp. Mijn broertje en mijn moeder. Nou, dat hebben we toch gedaan. Maar hij staat. Dus nou nog een verlengstoortje er natussen dat we... Hoe heet het? Nou ben ik weer het woord. Ik kan niet meer denken. Een stekkerdoos. Stekkerdoos, zodat we onze telefoon kunnen laden. Ja. Dat is wat ik wou zeggen. En we moeten natuurlijk ook nog een dinges hebben. Een dinges. Slapen. Die heb ik er een aantal. Ik heb een aantal twee persoons, ik heb een aantal één persoons. Dus we kunnen nog kiezen. We kunnen hem ook echt helemaal vol leggen. Helemaal? Ja, inderdaad. Oh, kan wel. Ja, allemaal één of twee zo. Ja, inderdaad. Zo. Het enige wat we nog moeten zoeken is dekens. Dat is het enige wat ik ben vergeten. Ja, het scheelt, ik heb dikke trouwen. Ja, inderdaad. Of ik moet gewoon eventjes nog naar huis rijden. En dan kan ik even mijn twee persoons dekbed van mijn bed aftrekken. Ja. En eventueel nog een één persoons ergens vandaan toveren, weet ik veel. Dat het misschien een goed idee is. Ja, want ik denk toch wel dat ik een deken lekker vind. Waarschijnlijk wel, want ik wil altijd toch even iets... Ja, inderdaad. Ik kan niet slapen als er niks over me heen ligt. Maakt niet uit of het koud is. Ik moet gewoon een laken. Inderdaad. Als het anders heet ik... is, ik moet gewoon een laken. Ik moet gewoon niet... Dat heb ik ook. Ja. Oké, maar dus moeten we even fixen. Maar het is bijna donker. Ja. We hebben het net op tijd gehaald. En vuurkorfje staat aan. Dat is echt iets Gronings, hè? Geen idee. Oké, we gaan even die verlengsnoer fixen en luchtbedden. Ja, dat, ja, dat ga, oh ja, inderdaad, dat gaan we nu doen. Nou, wij hebben inmiddels het luchtbed ook opgepompt. We hebben nog lekker even buiten gezeten. Ja, het luchtbed oppompen was een drama. Yep. Maar het is ondertussen 3:10 en en wellicht. We liggen, maar we zijn echt totaal nog niet moe. Nee. Dus we gaan nog verder eventjes elkaar oplopen met geestverhalen. Mm-hmm. En dan zien of dat we vanavond nog kunnen slapen. Ja, en maar, anders niet. Inderdaad, anders niet. Anders zijn we 24 uur wakker. Dat is ook een leuke challenge. Maar we hebben inderdaad vandaag niet heel veel gefilmd en gevlogd. Maar dat gaan we morgen doen. Ja. Dus dan gaan we jullie weer meenemen. Dus slaap lekker. Ja, tot rust. Stop. Nou, goedemorgen. Het is ondertussen al 1:00 of zo. Kijken. Ja, precies. Dus, okay. Ja, dat hadden we vannacht ook. Ja, toen was het 4:50. 5:50. Ja, dus zo laat geslapen. En toen was het ook precies, hoe laat is het? 4:50. We waren ook echt 4:20. Ja, het was en nu is het dus ook inderdaad. Van. Ja. 13:00. Dus, goedemorgen. We hebben gisteren echt heel weinig gefilmd. Het was gewoon te warm. Ja, inderdaad. En vandaag is het weer heel winderig. Dus ja. Dat werkt ook niet echt mee. Maar we willen vanmiddag een aparte video opnemen. Gaan we een challenge doen. Dat we een paar verschillende dingetjes gaan doen tegen elkaar. Ja. Te rijden. En we willen straks misschien eventjes met Rob en Oreo wat agility gaan doen. Dit hebben ze eigenlijk nog nooit gedaan, dus dat is wel een leuke... Ben benieuwd. Ja, inderdaad. Ik leuke niet, uitdaging. Dus... En jij hebt het ook nog nooit gedaan. Onervaren en met een onervaren pony. Ja, dat. Maar eerst zullen we die challenge doen dat je met een ervaren pony wilt. Ja, inderdaad. Heb ik al wat ervaring. Inderdaad. Ja. En misschien nog wat vrij is gestuurd vanmiddag. En we moeten de... Misschien kunnen we nog even daarvan een leuke TikTok. Ja, inderdaad. Opnemen. En we moeten de tent nog afbouwen. Dus met die wind, het tent wordt weg. Ja, inderdaad. Waarde bijna zelf. Ja. Nee, dus inderdaad. Dus we gaan jullie vanmiddag nog lekker meenemen en we zullen het zien. Ja. Gaat dit passen? Sowieso. Charmant. Oh ja, dat is toch echt heel. Ja, wauw. Oh. Ja, joh, gooi het mee. Er zit toch een hoesje om. Ja, dat gaat. Als je wil dat het past. Als je er maar hard genoeg in gelooft, dan inderdaad. Komt het vanzelf goed.
Dat is het. Ja. De wijze woorden van deze vlog. Ga je passen? Nee! Hey, maar waarom zit er dan van dit? Waarom zit dat erin? Ja, geen idee, maar dat is hetgeen wat we dus gisteren half uur hebben lopen oppompen. Ik krijg er warm van. Ja, maar dat ze. Oh shit. Laat zitten. En dat ding waait ook. Oh, we pleuren het wel zo weg. Het is goed. Het was leuk geprobeerd. Ja. Shit man. Oké. Zet. Nou, de tent afbreken gaat op dit moment beter als de tent opzetten. Ja, inderdaad. We zijn alleen niet sterk genoeg om haringen eruit te trekken. Een paar. Twee. Van de 10. Nou, 6. 3. 1, 2, 3. Ja. Goed genoeg. Nu gewoon oprollen of nog een keer dubbel? Ik heb geen idee. Ik mocht er niet aan zitten. Ik deed fout. Net als dat luchtbed, dat past ook, zei je. Nou, maar ik had echt een rol. Ja, ze deden het. Ben jij zeker dat ook? Ik zat even dat mijn vrouw En hoe sliep het luchtbed? Of het de tent? De tent sliep heerlijk. Slaap je ook wat op een tent? Ja, jij niet? Boob job? Ja, zoiets. Ja, sorry hoor, maar... Ah, het past niet! Proppen! Ik heb het te breed gemaakt. Nog een keer dubbel. Opnieuw. En opnieuw. Erop. Oké. Nu gaat het echt op. Dat hopen we. Nou, ja. En dan moeten al die stokken er ook nog in. Die hoeven er niet in. Eindjes. Tada! Hoppen. Moeten die stokken er niet in? Nee, die hadden er ook gewoon uit. Oh. Van de vorige keer was het gewoon niet meer in. Oh. Wij hebben daar straks nog een leuke video opgenomen, maar die zien jullie volgende week. Dus die komt eraan, maar we hebben in ieder geval agility gedaan. Jessica, voor de allereerste keer. Ja. En dat ging eigenlijk best wel goed. Ja, ik had Je hebt zelfs gewonnen. Ja, nou ja. Nou ja, iets gewonnen. Sowieso de allereerste. Inderdaad. Was ook nog het moeilijkst. Ja, inderdaad. Maar jullie zien dus volgende week wie er echt gewonnen heeft van ons twee. Inderdaad. Maar we gaan nu eventjes vrijspringen met Panini. Die is behoorlijk zwart, maar alsjeblieft... Jullie wouden zien dat we gingen vrijspringen. En ik ga je een mooie foto. Ja, inderdaad. Dus dat gaan we jullie nu een beetje laten zien. Ja. Panini. Wat de fuck heb je gedaan? Peace. Wat heb je gedaan? Volgens mij heeft hij het wel naar zijn zin gehad. Dat zou je wel denken. Ja. Maar we gaan springen. Met de nieuwe hindernisbalken. Palenbalken. Dus, ga je ook springen? Nee, ik ga foto's maken. Oké. Heb je een hulpfotograaf? Ja, ik kiet op me. Oh, wat ben je smerig. Hij wil me gewoon heel graag helpen. Inderdaad. Hij denkt dat kan ik ook wel. Echt, Erin, wat ben je smerig.
Nou, wij zitten ondertussen alweer een tijdje in de auto. We zijn Jessica een stukje op weg aan het brengen en dan wordt ze verder weer opgeruimd. Maar wij gaan ook naar de Mac. Ja! Dus wij zijn onderweg naar de Mac. Lekker! Ja! Dan zijn ze waaien een keer. Ik wil Mackie. Dan sluit ik straks van de video gewoon af met lekkere kipnuggets. Oh, ik ben verkeerd gereden. Is hier wel een drive? Ik ben fout gereden. Ik moet omkeren, zegt hij. Kijk. Oh, wat kut. Oh ja, tuurlijk, we moeten driven. Moet je kijken, die rijden. Oké, ik moet omdraaien, mensen. Hoe de fuck gekke moet ik omdraaien? Dat is echt... Oh nee, het gaat lang duren. Oh, wat een gekte. Gaan zitten. Ja, ik was helemaal vergeten dat dat niet open was. Maar hoeveel auto's zouden dit zijn? Het gaat nog helemaal door tot 8 en dan daar is de Mac. Helemaal door. Dus de plannen zijn gewijzigd. Ja, ik denk het. Geen Mackie samen? Nee. Maar we kunnen het wel allebei vloggen en dan zijn we alsnog samen aan het eten of zo. Oh. Laten we dat doen. Maar is hij hier al of niet? Nee, ik heb nog geen reactie, dus ik denk dat ze nog onderweg is. Zal ik dan hier even in dat... Ja, maar daar mag ik niet stilstaan. Oh, wat een mooie bloemetjes. Oh, wauw. Oh, ik ben weer snel afgeleid. Stilstaan en stoppen wordt goed. Laten we dat nog even niet doen. Gaan we in de rij staan? Ja, gaan we in de rij staan. Ja, nou, ja, ik moet even verkleinen. Oh, nou... Ja, dat was het. Ja, dit was het. We zouden naar de Mac gaan. Maar de Mac is lang rij. Duizenden auto's. Dus jij gaat naar de Mac, ik ga naar de Burger King. Ja, en dat gaan we ook even filmen. En het lijkt net dat we samen aan het eten zijn. Dus we gaan in gedachten samen eten. Ja, inderdaad. Heel zielig. Ja, dat is echt heel sneu. Dus de volgende keer kom ik naar jou toe. Inderdaad. Dus zien dat het niet te lang duurt. Inderdaad. En dan kunnen we wat meer video's opnemen. Want het was nou ook echt gewoon kut weer. Ja, dat was gek. Of het was te warm, of het was, heel nat. Hard aan het regenen. Inderdaad. Dus op naar de volgende keer. Inderdaad. Ja. Dus ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. We gaan zo meteen lekker naar de Mac. Ja. En dan sluiten we hem straks af. Inderdaad. Dus doei doei. Ja, doei ja. Doei. Ciao. Ja. Oh my god. Ja, nou ja, dit was het dan. Ja. Vaarwel. Vaarwel. Nou, ik ben ondertussen ook thuis. De plannen waren iets gewijzigd. Op een of andere manier kwamen we niet meer langs de McDonald's langs. Maar ik heb nog lekker pizza gehaald. Ik heb een heel gezellig weekend gehad samen met Jessica. En we gaan dit binnenkort ook echt zeker nog een keertje opnieuw doen. Maar ik wil je dus heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vonden het kijken. En volgende week komt dus ook de challenge video die dat we hebben opgenomen online. Dus hopelijk vinden jullie die ook heel leuk, alvast. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer.